Barlo heeft de Boulderse kook terug. In een volle kerk werd de toeristisch streekproduct overhandigd aan Sinterklaas. De geschiedenis is eigenlijk zo dat wij in 2002 met het jubileum van de volksfeesten de Boulderse koek hebben gepresenteerd als presentje aan de gemeenschap, als de blijvende herinnering. En dat is heel jaren lekker gelopen. Alleen het vertrek van Fleuren uit Barlo is ook de koek vertrokken, helaas. Toen hebben we dus zoeken naar een andere uitdaging, want we hebben toch een koek terug hebben. Want we hebben Bossenbollen in Brabant en Den Bosch. Wij hebben graag een koek voor Barlo als toeristisch dorp. Daarom ging Barlo Leef naar de andere bakker en inmiddels de enige in het dorp, Broekmans. En met Broekmans samen hebben we een nieuw recept ontwikkeld. Een nieuwe lekkere koek, zeg maar, die eigenlijk aan alle eisen voldoet die wij hadden gesteld. En daarbij hebben we een lekker doosje, een leuk doosje gemaakt met echt decor van Barlo. De kastelen decor, maar ook de kunstdecor. Een leuk verhaal erbij. En ook een mooie deksel erop. Een bestikken doosje. Dat is nou een mooi presentje of souvenir of tractatie voor iedereen. En dat we vandaag te presenteren aan de Sint, hadden we gelijk een mooi publiek erbij. Hè, alle mensen aanwezig, dus een leuke presentatiemogelijkheid. Daar hebben we mooi gebruik van gemaakt. Met de kook achter de kiezen kon de Sint vol energie verder aan zijn programma in het Maasdorp. De kook is vanaf nu bij Broekmans in Barlo te verkrijgen.